In de regel ga je niet trouwen met de verwachting te gaan scheiden. Toch gebeurt het veel. Daarom is het verstandig om hier van tevoren rekening mee te houden en goed advies in te winnen. Als advocaat familierecht kom ik bijna dagelijks de gevolgen tegen wanneer dit niet is gebeurd. Vaak gaat het over de verdeling van een gemeenschap van goederen of afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, over een ouderschapsplan voor kinderen en over alimentatie en pensioen. Bij een echtscheiding heb je altijd een advocaat nodig. Die kan de rechtbank verzoeken een echtscheiding uit te spreken en kan je bijstaan bij het afwikkelen van de gevolgen van de echtscheiding. Dat laatste kan erg complex zijn. Bijvoorbeeld bij een groot verschil in inkomen of als er een bedrijf of veel vermogen in het spel is. Het is dan aan te raden om een gespecialiseerde familierechtadvocaat in te schakelen. Hij of zij helpt je samen met de fiscalist of accountant bij het afwikkelen van de scheiding. Het kan ook zijn dat je samen onderneemt. Dat houdt niet per definitie op als een huwelijksstrand. De ene aandeelhouder kan niet zonder meer van de andere aandeelhouder verlangen dat hij uittreedt. Als alleen één van de partners ondernemer is, is het zaak dat zorgvuldig wordt beoordeeld wat de andere echtgenoot bij een scheiding aan vermogen en alimentatie moet krijgen en wat er mogelijk is zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Een echtscheidingsadvocaat kan berekenen of en zo ja hoeveel alimentatie betaald moet worden. Er komt veel kijken bij een echtscheiding. En dat in een tijd van veel emoties. Het is dan ook belangrijk om op tijd een deskundige advocaat in te schakelen.